De haven van Gent heeft een nieuwe directeur-generaal. Havenschepen Sas van Roeverooy stelde Daan Schalk voor in het Gentse stadhuis. Daan Schalk zetelde een aantal jaren in het parlement en was in een vroeger leven nog adviseur van de toenmalige havenschepen en huidig burgemeester Daniel Termont. Voor Schalk is het dus een beetje thuiskomen. Het is een zeer aangename stap. Ik ben ook Gentenaar. Altijd geïnteresseerd geweest waar economie en overheid elkaar ontmoeten. En dan is de directeur-generaal van Gent worden eigenlijk een beetje thuiskomen voor mij. Ja, en het is ook voor u geen onbekend terrein. Ik verwijs eventjes naar, u bent al adviseur geweest van de Gentse havenschepen. Een tijdje geleden wel, in het midden van de jaren 90, dat klopt hè? Ja, dat was tussen 94 en 99. Dus het autonoom havenbedrijf Gent is opgericht op 1 januari 2000. En eigenlijk was dat de periode waar de toenmalige havenschepen dat havenbedrijf vormgegeven heeft. Ik heb daarnet nog gezegd, ik heb zo'n beetje het geboortekaartje meegeschreven van het autonoom havenbedrijf in Gent. Gevraagd naar zijn prioriteiten moet hij niet lang nadenken. Hij ziet er twee op korte termijn. Ik denk dat de prioriteiten op twee vlakken zullen liggen. Enerzijds is er de infrastructuur, de nieuwe sluis waar Gent echt wel nood aan heeft. En daardoor ook de mogelijkheid om een aantal nieuwe terreinen verder te ontwikkelen op een optimale manier. En mijn tweede prioriteit zal vooral zijn dat de Gentse haven over haar muurtjes gaat kijken. En probeert partners te zoeken waar we in een win-win situatie met andere havens, maar ook met andere logistieke spelers eigenlijk kunnen groeien in Gent. Dan Schalk juicht daarom alvast de eendrachtige houding van de haven in zaken de medefinanciering van grote werken toe. De crisis mag dan misschien niet het beste moment zijn om aan de job te beginnen. De uitdaging is groot genoeg om de toekomst van de Gentse haven te verzekeren. Op korte termijn misschien op de slechte moment, want die crisis zal hoe dan ook moeten overleefd worden. Dus daar zullen we moeten kijken de komende maanden hoe we daar zonder te veel kleerscheuren doorraken. Maar toch op het goede moment ook, omdat de nieuwe sluis, dat heeft er nog nooit zo goed uitgezien. En eindelijk kan Gent terug plannen op lange termijn. En dan denk ik dat na die crisis dat de hoofdopdracht zal zijn. En die nieuwe sluis, die moet er mordicus komen? Die moet er mordicus komen, anders blijft Gent steken op zijn 25 miljoen ton. Zijn te kleine schepen en de evolutie kennende in de scheepvaart en ook in de havenwereld, dan betekent dat eigenlijk dat je op lange termijn die haven opgeeft. De haven van Gent moet dus verder groeien. Een van de prioriteiten lijkt dan ook een nauwere samenwerking met Antwerpen te worden in zaken de af- en aanvoer van containers. Maar dat is nog even afwachten. Daan Schalk hoopt al einde van dit jaar zijn strategische plan voor te stellen. De Belgische regering wil Belgische schepen in de buurt van Somalië helpen met militaire ondersteuning. 8 militairen zouden aan boord gaan en de veiligheid garanderen. Op deze manier moeten Somalische piraten worden afgeschrikt. De factuur wordt doorgeschoven naar de reder. En de eerste reacties zijn volgens de Belgische redersvereniging eerder lauw. Wel, men spreekt nu van een kost van 115.000 euro per week. Dat is een fors bedrag. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met de kostprijs van een bemanning aan boord, dan varieert die, al naar gelang het scheepstype en de bemanning, tussen de 18.000 en de 25.000 euro per week. Dus onze militairen worden wel zwaar betaald. Ik neem aan dat u ook al reacties krijgt als Belgische redersvereniging van onze reders. Hoe reageren die? Het is nog vroeg. En de reacties zijn eerder nog, algemeen en theoretisch en voorlopig nog niet praktisch in verband met een of ander bepaald schip dat daar moet varen. Maar men vindt inderdaad de prijs uitermate hoog. De Belgische redersvereniging vreest ook dat het hoge prijskaartje de reders richting privébewaking kan sturen. En dat is eigenlijk geen goede zaak. Ik denk dat dat inderdaad een terechte vrees is. Tot heden toe hebben wij, zeker vanuit de redersvereniging, de reders bezworen die richting uit te gaan, omdat wij vinden dat die praktijken, die zonder twijfel op de markt worden aangeboden, eigenlijk nog een stuk minder controleerbaar zijn. En wanneer er een terechte vrees zou kunnen ontstaan voor een escalatie in de regio, dan denken wij dat die kans reëler is met privé-initiatieven dan met reguliere militairen aan boord. Maar we kunnen er niet onderuit. De reder zal daar een economische afweging maken tussen, laat ons zeggen, het voordeel
de betere bescherming en de kost. Gaat u er nog eens opnieuw van gedachten over wisselen met de Belgische regering? We wachten een beetje de reactie van onze leden af, maar ik sluit inderdaad niet uit dat wij dit punt met onze regering terug zullen moeten opnemen. Zoals we trouwens nog steeds bezig zijn met een aantal, administratieve, denk onder andere verzekeringstechnische kwesties, met hen te proberen uit de doeken te doen. De slotconclusie, eigenlijk tevreden met het initiatief, maar het kan beter. We denken, of we hopen alleszins, dat er nog wat kan geschaafd worden aan de concrete invulling van het initiatief.